Hebben jullie het nieuws gezien over de stakingen? Kijk mijn video, daar vertel ik over. En nog veel meer. Hallo iedereen. Hebben jullie onlangs het nieuws gekeken op de Vlaamse televisie? Er is een goede Vlaamse zender en die heet VTM. Als je niet in België woont, kan je kijken op VTM Go, vtmgo.be via internet. En daar kan je ook elke dag het nieuws zien. Je kan series, afleveringen zien, Vlaams gesproken, wat heel goed is om te oefenen. Als je in het buitenland woont, dus buiten België, dan zal je de films die erop staan niet kunnen kijken. Die kan ik zelf ook niet zien, want die worden niet toegestaan of niet uitgezonden in andere landen. Maar als het gaat om de taal te leren, mis je daar niks mee, want die films zijn toch niet Nederlands of Vlaams gesproken. Dus dat is allemaal, voor 99% is dat Engels gesproken, Amerikaans-Engels met Nederlandse ondertiteling. Dus daar mis je niks aan. Dat heb je niet nodig om de taal te leren, om te leren luisteren en begrijpen. Dus ik zou jullie aanraden VTM Go. En het nieuws is, dat kan je daar ook op volgen. En dat is duidelijk gesproken, niet speciaal langzaam, maar ja, het is mooi netjes. Vlaams. Het is geen Nederlands, het is wel Vlaams. vtmgo.be. Dan, wat was er de laatste dagen in het nieuws in België? Staking. Wat is staking? Dat zijn mensen die, eigenlijk moeten ze werken, maar ze gaan niet werken, ze staken. Ze kunnen bijvoorbeeld staken om meer loon te krijgen. In dit geval staken ze omdat er te weinig personeel is. En het is het luchthavenpersoneel dat staakt. Dus dat zijn de mensen die op de luchthaven werken. Er zijn 3 dagen van staking, waren aangekondigd, 3 dagen van staking. En er zijn honderden vluchten geannuleerd. Of gecanceld. We zeggen gecanceld, maar we zeggen ook geannuleerd. Al die mensen die een vlucht hadden geboekt naar hun vakantiebestemming of naar ergens anders, die laten ze in de kou staan. Dat is een uitdrukking van, ze helpen die mensen niet. Zo van, oké, je vlucht is gecanceld. Dat is wel heel triest. En de mensen die 's morgens een vlucht zouden hebben, die een vlucht hadden geboekt, die kregen 's nachts om 2 uur een berichtje via sms dat hun vlucht gecanceld was. Maar die moesten 's morgens om 6 uur op de luchthaven zijn om in te checken, door de security te gaan. En om 2 uur, 's nachts dus eigenlijk 4 uur voordat ze daar moesten zijn, als de mensen slapen, om 2 uur 's nachts, kwam er een berichtje via sms. Nu, de meeste van de mensen hadden dat niet gezien, want je staat al extra vroeg op en alles staat klaar en je vertrekt naar de luchthaven. Dus er waren heel veel mensen op de luchthaven in België, dus dat is de luchthaven in Brussel. En die mensen stonden daar en die konden geen kant op. Hun vlucht was gecanceld, hun vlucht was geannuleerd. Mensen waren teleurgesteld, mensen waren boos. Vooral om de manier waarop ze al dan niet zijn verwittigd. Al dan niet betekent zoiets als, zijn ze nu verwittigd of zijn ze niet verwittigd? Ze zijn al dan niet verwittigd. En je kan dat ook voor andere dingen gebruiken. Al dan niet.
Bijvoorbeeld, heb jij dat boek al dan niet gelezen? Heb je dat boek nu gelezen of heb je dat niet gelezen? Al dan niet. Dus ja, en dan kunnen we ook nog zeggen, je geeft de mensen het voordeel van de twijfel. Iemand het voordeel van de twijfel geven is van, ja, oké, die persoon zegt bijvoorbeeld ja, en het is nee, maar die persoon, nu is het heel simpel antwoord met ja of nee, is een heel simpel voorbeeld bedoel ik. Die persoon zegt ja, maar goh, misschien is het nee. Is het nu ja of nee? Ja. En dan, je reageert daar eigenlijk niet op. Je geeft die persoon het voordeel van de twijfel. Ja, waar komt die uitdrukking vandaan? Geen idee. Maar het voordeel van de twijfel. Maar in ieder geval in België op de luchthavens, het is een complete chaos. Ik zou jullie aanraden, kijk een keer naar VTM Go, kijk naar het nieuws. Het nieuws komt 2 keer per dag, ik denk om 1 uur en om 7 uur, Belgische tijd. Maar online komt het iets later, maar live wordt het als je het op tv kijkt, vtm.be, nee, dat is niet .be, op tv is er, is dat geen .be, dat is gewoon de zender VTM. Daar is het om, ik denk om 1 uur en om 7 uur, dus 2 keer per dag. Maar via internet is het vtmgo.be. Ik zit overal al .be achter. Ja, niks van aantrekken, maar goed. Dus gewoon VTM als zender of vtmgo.be. En op vtmgo.be, je maakt daar een profiel aan en dat is gratis, dat kost niks. En je kan daar ook gaan, het is eigenlijk zo, het werkt een beetje als Netflix, maar het is gratis. Je kan daar dan gaan selecteren bijvoorbeeld, geen films als je in het buitenland woont, maar je hebt een afdeling met kinderprogramma's, wat dus nog gemakkelijker is als je zegt van, de gewone series, dat begrijp ik niet, ze spreken te snel, dat gaat nog niet zo goed. Ga kijken, een kinderprogramma. En ze zijn allemaal Vlaams, want het is soms moeilijk om dingen te vinden, series, feuilletons, wat dan ook, in het Vlaams. Bijvoorbeeld op YouTube, er is heel veel, maar dat is Nederlands. Nu, als je al een bepaald niveau hebt, dan ga je dat heel snel horen van, maar die spreken Nederlands en die spreken Vlaams. Daar ben ik eigenlijk ook wel eens heel benieuwd naar. Kunnen jullie dat verschil horen? Als jullie nu iets horen van iemand die uit Nederland is, die Nederlands praat, of iemand uit België die Vlaams praat. Zonder dat je van tevoren natuurlijk weet, is het Vlaams of is het Nederlands. Horen jullie het verschil? En kunnen jullie dat snel horen of kan je dat verschil nog niet horen? Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Laat het me weten, zet het in de comments hieronder. En dan zou ik verder zeggen van veel succes met de taal. Als je naar vtmco.be gaat, laat het me weten. Wat vinden jullie leuke programma's? Als jullie dat willen, ik kan ook wel een aantal titels van series, van feuilletons, in het Vlaams, dus echt helemaal Vlaams gesproken zijn, kan ik jullie ook wel geven als je dat wil. Dus laat me dat ook maar even weten. En dan zou ik nu zeggen, bedankt voor het kijken en tot in de volgende.